In het atelier is het weer een behoorlijke rotzooi. Ik weet inmiddels dat er een tweede Z-Bok bij moet komen, zo'n ding. Waar ook deze laders in kasten in opgeborgen kunnen worden. En aanstaande zaterdag komt daar de kast van Harry te staan. En ik ga vandaag verder met het verwerken van stookhout. Maar eerst hang ik dit mooie platte grondje op wat ik van Karel kreeg over de indeling van de letterkasten. Dit is de standaard indeling. Altijd handig om even terug te kunnen zien. Nou, na een eerste hoopje zagen lijkt er een eind gekomen te zijn aan mijn zaagbok. Daar moet ik of zelf een nieuwe van maken. Of een nieuwe gaan kopen. Ja, hij doet het. Een pakket van Rob. Een drukkerij. Ergens in het noorden van het land. Hij had het heel goed verpakt. Dat klopt. Rode, wat leuk. In mijn originele verpakking. Kijk eens. Korps is dit? Ik denk 12. Nee. 10. Even kijken, staat er niet op cursief. Nee, kan ik niet meer lezen. Ja, dat kan. Ja, dat is de originele verpakking, wat leuk. Mooi zo'n blokje. Kijk, de beste raad is voorraad, zeg ik dan altijd maar. En dit is altijd heel fijn om te hebben. Want ik ga toch de bok een beetje herstellen. Dan kan ik in ieder geval doen. En met een mooi nieuw schroefje is het prima gelukt om de bok weer enige stevigheid te geven. Dus ik kan weer verder zagen en dat ga ik ook doen. En toen ging het luchtalarm af, ten teken dat ik moet gaan lunchen. Een ander dingetje is dit, dat heb ik gisteren ontworpen voor de belettering van mijn auto. En dit komt achterop te staan. En aan de zijkanten zie je dit. En van dit ontwerp laat ik ook stickers en plakband maken voor het geval dat ik iets ga verzenden. Dan kan ik het mooi verpakken. Als ik de oude belettering van de auto af probeer te halen, laat ook de lak los. Komt er een aluminium ondergrond tevoorschijn en dat is niet zo best. Dus hoe moet ik dat weer op gaan lossen? En dit stond ook vandaag op de planning. Het opmeten van de lengte van de riem waarmee de elektromotor de Victoria pers aan gaat drijven. Tada! Helemaal goed nieuws. De rollen voor de Victoria pers staan klaar. En ik ga ze waarschijnlijk woensdag ophalen. Het is altijd nog een hele uitzoekerij hoe zoiets loopt, want ik heb het nog nooit gezien. Over de elektromotor langs het wieltje zo omhoog. En als de rem eraf gaat, komt de riem vrij en staat het wiel stil. En als je iets druk op de rem geeft, dan is die aangespannen en wordt die aangedreven. Dus dat weet ik nu. En ik weet nu ook dat de rollen klaar zijn. Dus we komen steeds dichterbij. Het is heel belangrijk dat dit geregeld wordt. Maar de elektromotor die moet ook nog op een frame komen te staan, zodat die gesteld kan worden, hier of daar. De bediening moet nog aangesloten worden, die komt daaronder te zitten. En er moet 380 volt naar het atelier. En dat zijn een aantal punten waar ik me de komende tijd druk om ga maken. Het is mooi om te zien dat langzaam maar zeker ook de Victoria Mercury pers weer tot leven komt. Maar het is inmiddels bijna 5 uur en ik ga lekker voor het avondeten zorgen.